Hey mensen, dit is ons gaming en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Forza Horizon 4. Wat natuurlijk, kijk te liken op als je het leuk vindt en vergeet ook zeker niet te abonneren. Want de komende weken ga ik natuurlijk helemaal los met deze game. En daarnaast natuurlijk ook FIFA 19 en of Formule 1 2018. Dus we krijgen het ontzettend druk. Ik ben een klein stukje opnieuw begonnen met de demo. Zodat we toch nog eventjes een andere auto kunnen kiezen aan het begin. Hij had mijn save game ook niet helemaal opgeslagen, dus ik snap het niet helemaal. Misschien dat hij het iedere keer wist als je de demo opstart. Maar goed, ik ga deze auto nu gewoon pakken. We gaan dus wat deze rijden. We gaan eens even kijken hoe de wereld eruit ziet van Forza Horizon 4. En ja, dat gaat gewoon super vet worden. Deze game is zo vet. De eerste keer dat ik het vorige week speelde, dacht ik echt van ja, dit is het. Super tof in ieder geval. Goed, de vorige keer hadden we dus die Amerikaanse bak gekozen. Nu kiezen we dus gewoon deze Ford Focus. Is natuurlijk ook Amerikaans, maar natuurlijk wel een beetje anders dan de auto van net. En ja, we gaan eens even kijken wat we met deze auto kunnen gaan doen. Ik ben benieuwd wat voor video's jullie willen zien van mij met de Forza Horizon. Ik kan natuurlijk van alles gaan doen. Ik kan natuurlijk heel simpel gezegd gewoon... Ja, video's maken waarin ik races rij. Maar natuurlijk ook challenges gaan doen. Online kunnen we gaan doen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Maar ik ben in ieder geval benieuwd wat jullie graag willen zien. Ik zit nog even te kijken naar de map. Die is natuurlijk ontzettend groot. Of in ieder geval net zo groot als bij Horizon 3. En dat is toch best wel best prima. De game ziet er ontzettend mooi uit. Iedere keer als ik het weer speel, dan denk ik van... Holy shit, dit is echt, echt ontzettend dik. We gaan even deze race starten. Eens even kijken. De Forza Festival Sprint gaan we doen. Oké. Ik ben alweer voorbij zo te zien. Eens even kijken. Waar is die? Waar is de race? Hier is de race. Setup event. Oké. Nou, dit is onze auto. Daar kunnen we denk ik nog niks aan veranderen. Hoeft het per se ook nog niet. Als zo meteen de game uit is, gaan we natuurlijk met de dikste auto's die in de game zitten, gaan we natuurlijk racen. Ik ga de Ultimate Edition van deze game kopen. Dat betekent al dat ik vanaf volgende week vrijdag aan de slag kan met deze game. Nou is het natuurlijk wel zo dat ik ook nog FIFA heb. En, dus ik zal die twee games moeten gaan combineren. Het zal lekker druk geworden. We kunnen trouwens wel de auto al gaan tunen, zie ik. Eens even kijken, wat kunnen we allemaal gaan aanpassen? Wat kunnen we nog gaan doen? Hij staat op medium allemaal, zie ik. Eens even kijken, wat levert ons extra credits op? Dat maakt verder niet zoveel uit zo te zien. Oh, dit kunnen we trouwens op simulation zetten, maar dan moeten we gewoon niet crashen. Oké, okay. Braking only, raceline uit, shifting zet ik gewoon even allemaal eventjes aan op dit moment. Dat vind ik allemaal wel eens wel prima, accept, oké. Het is toch maar de demo, dus we bouwen eigenlijk natuurlijk helemaal niks op. Want het is nou namelijk zo bij de demo, dat wanneer je de echte game hebt, dan... we starten al meteen zelfs, oké. Okay. We tellen niet af, het wordt gewoon meteen gestart. Oké. Het is natuurlijk zo dat als je de game zo meteen hebt, dat ben je al je stats en je voortgang weer kwijt. Dus we hebben er wel eens niet zoveel aan. Vandaar dat ik ook niet zo heel veel deze demo speel. Want ik wil eigenlijk gewoon zo meteen als de game uit is, dan wil ik echt gaan losgaan. En ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. Maar goed, we zullen wel zien wat het gaat worden. Eens even kijken, dit is een small circuitje. Even wennen aan deze auto. Oké, we rijden hier dus. Oké, dit is gewoon wel. Het is een normale race. Dit geen gespring en gedoe natuurlijk. Dat was altijd een beetje hoe moet ik het zeggen? Er waren in Forza Horizon 3 waren heel veel mensen een beetje teleurgesteld dat te veel races door de bergen heen gingen en door heuvels, waardoor je eigenlijk heel veel aan het vliegen was met de auto en zo. Dat vonden heel veel mensen toch niet zo tof. Ik ben benieuwd hoe ze dat hier in Horizon 4 hebben aangepast. Nou, volgens mij heb ik zo'n vermoeden. We gaan die bel bijna af trouwens. Heb ik zo'n vermoeden dat de AI iets te laag staat. Want we rijden echt heel erg makkelijk weg van de rest. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo heel spannend zo op deze manier. Oh ja, rewind staat trouwens ook aan. Nou ja, die laten we maar gewoon natuurlijk even aanstaan. Mocht het misgaan, dan kun je tenminste altijd nog rewinden. Zo erg is dat niet in deze game. Het ziet er wel ontzettend mooi uit. Het is trouwens een point-to-point race dit, of niet? Ik dacht dat het gewoon een circuit race was. Nee, het is echt een point-to-point. Point-to-point, oké. Oké. Nou, dat... deze auto remt echt... Moet ik even aan wennen nog. Ik ben benieuwd welke auto's er allemaal in zitten. Er zitten volgens mij dan meer dan 450 auto's in totaal in deze game. Dus dat is natuurlijk wel super tof. Er zal altijd wel iets tussen zitten wat je tof vindt. En ja... Wij gaan natuurlijk gewoon van alles en nog wat proberen
te tunen en te kopen. We gaan heel veel auto's kopen natuurlijk. Dat gaat gewoon super tof worden. Ik zie trouwens mijn plaatje, wat mijn gamertag is. Zie ik trouwens gewoon op de achtergrond hier. Dat is wel vet gedaan. Oké, dat is het plaatje wat ik hier heb, zeg maar. Dat kun je dus hier zien. Kijk, dit is mijn plaatje. Deze dus. Die zie je dus hier gewoon op de achtergrond. Als je een race gewonnen hebt, of in ieder geval op het podium staat. Dat is wel tof gedaan, moet ik zeggen. We zullen toen ook uiteindelijk in de full game een beetje moeten gaan kijken hoe alles precies werkt. Want je zal wel weer fans moeten verzamelen om uiteindelijk weer verder te kunnen. Je zal weer bepaalde dingen moeten vertooien om verder te kunnen. Dus hoe dat allemaal precies werkt, ja, dat zullen we pas echt gaan zien in de full game. Dus ja, dat moeten we nog even afwachten. Even kijken, wat moeten we hier doen? We moeten hier de Need Influence. Ja, oké. I have plotted your route to a new race in the Horizon Road Racing Series. Oké. Nou, ik weet niet precies wat er helemaal, wat er nou precies gebeurt, maar oké, maakt niet uit. Ja, we kunnen inderdaad radiostationen verwisselen. Er zit natuurlijk gewoon, net zoals een beetje als in GTA, er zitten natuurlijk allemaal verschillende radiostationen in. En dat zal van alles zijn voor iedereen wat wil, zeg maar. Je hebt dancemuziek, er zal hiphop in zitten, er zal weer iets van klassiek in zitten, er zal van alles er nog wat in zitten. Dus dat is in ieder geval wel nice. Het rijdt wel lekker, moet ik zeggen. Maar ik moet wel even wennen aan deze auto, want er zit niet zo'n hele dikke rem op, niet zoals bij een Formule 1 auto. En we moeten natuurlijk rekening houden dat we in Engeland zijn en dat we dus aan de andere kant van de weg rijden. Nou is het natuurlijk wel zo dat in Forza Horizon 3 ook was, want toen reden we in Australië. Maar het zal wel even wennen weer. Nou, we gaan meteen naar de volgende race, dat is de Ambleside Sprint. Even kijken, we kunnen die AI eventjes omhoog gooien. We zetten hem gewoon op bovengemiddeld. Kijken hoe het dan werkt. Net was het veel te makkelijk. We gaan hem nu één standje omhoog gooien. Ligt ook een beetje aan altijd tot wat voor auto je hebt. Want bij Forza is het meestal zo dat de AI alles of niks doet. Soms dan heb je hem op een bepaalde stand staan en dan kun je ze echt niet bijhouden gewoon. En de andere keer dan rijden heel makkelijk voorbij. Het ligt net maar een beetje welke auto's en welke klasse je rijdt. Nou, deze lijkt al iets harder te gaan in ieder geval. Dus even kijken, dit is ook weer een point-to-point race. Dus dat betekent dat het geen rondjes rijden is, maar gewoon dus van A naar B. Dus dat is dat. Nou, we liggen zesde. Nou, ik heb wel echt zin in de full game. Want het is nu ook zo'n demo, is natuurlijk leuk om te kijken hoe het allemaal werkt en hoe het eruit ziet. Maar de full game, ja, dan gaan we pas echt los. Lekker levelen, een beetje grinden, auto's verzamelen. En ik hoop eigenlijk dat dat systeem van Forza 7 erin zit. Dat je gewoon zo'n heel overzicht krijgt van welke auto's je al verzameld hebt en welke nog niet. Dat zou wel heel erg dik zijn. Dat je ze dan eigenlijk allemaal gewoon uiteindelijk moet hebben. Nou, we rijden alweer eerste bijna. Ja, we zijn al wel weer voorbij. Nou, deze stand is dus ook te makkelijk. Dan weten we dat in ieder geval voor de full game. Dan kunnen we zo meteen, als we de echte game hebben, meteen op een moeilijke op een betere stand spelen, hogere moeilijkheidsgraad in ieder geval. Het zijn ook best wel korte races dit trouwens, heb ik het idee. Maar goed, maakt niet uit. Prima. Ik heb natuurlijk ook wat video's geüpload van de crew afgelopen maanden, maar ik moet zeggen, ja, ik weet niet, de crew is natuurlijk al heel uitgebreid. Daar heb je ook auto's en vliegtuigen en boten en motors en alles op en eraan. En natuurlijk een ziek grote map. Maar ik vind Forza toch eigenlijk altijd wel de echte dikke race game eigenlijk altijd. Dus de crew, dat ga ik denk ik niet zoveel meer spelen. Nou, we zijn al bij de finish. Dat gaat snel zo. Hoppakee. Kijk, waar zitten we ergens? Hier is de finish. Oké, hoppakee. Nou, weer gefinished. Hoppakee. Ja, de AI die mogen we dus nog wel nog steeds wat hoger zetten. Nou, hier zien we ons plaatje dus weer. Dat is gewoon tof gedaan. Ik vind het wel leuk eruit zien. Het duurt wel iedere keer eventjes voordat we verder kunnen, want dit kun je niet wegklikken namelijk. Dus dat moeten we wel iedere keer bekijken. Nou. Influence, dat is een beetje zoals fans zal het wel zijn. Dat is dat we kennen bij bij de crew dus. Kijk, promoted. 10.000 credits erbij. Hoppakee. Nou, krijgen we van alles en nog wat erbij in ieder geval. Misschien dat we nog zelfs een nieuwe auto kunnen kopen. Ik heb geen idee hoeveel credits we hebben.
Nou, er zal weer het een en ander uitgelegd worden nu. Eens even kijken. Ik zou eigenlijk de ondertiteling aan moeten zetten. Dat zou makkelijker zijn. Dan kunnen jullie namelijk ook meelezen precies wat er gezegd wordt en zo. Now, do I have an opportunity for you? There's a movie shooting nearby that's in need of a stunt driver. Short notice, I know, but what do you say? Meet me here. Kijk, ik krijg even een paar dingen bij. Of in ieder geval een ding. Eens even kijken, wat kunnen we hier gaan doen? Laten we daar gewoon meteen naartoe gaan. De stunt driver, story is dit. Oké, okay, ja, er zit een soort van verhaal. Achtige dingen zitten in de game in ieder geval. Hoe dat precies gaat uitpakken, dat weet ik ook niet helemaal. Maar het zijn in ieder geval gewoon weer extra races, extra missies kun je het eigenlijk beter noemen. Turn left. Dat is natuurlijk wel vet. Turn left. Eens even kijken. Zo, nou. Daar miste ik eventjes het rempunt. Waar zit ik allemaal vast, joh? Echt precies tegen de port. Kijk, en dan zitten we aan de verkeerde kant van de weg te rijden. Want we moeten natuurlijk aan deze kant rijden. Zoals we dat in Engeland willen hebben. Nou, dan rijden we eventjes hier naartoe. Ah, weet je, we gaan gewoon helemaal niet over de weg. We gaan gewoon dwars hier door de weilanden heen. Dat kan ook gewoon namelijk allemaal naar deze Forza. Dus dat is wel vet. We rijden hier gewoon rechtop af. En nog stunt points ook allemaal. Ik zag wel dat er een achievement in zat dat je 999.000 punten moet halen. Nou, dan haal ik bijvoorbeeld 5.000, dus dat is nog wel, gaat nog wel pittig worden. Zeker als hier een dikke boom staat. Maar in Forza Horizon 3 heb ik ooit wel eens meer dan 2 of 3 miljoen punten gehaald. Dus ik verwacht wel dat het in deze ook gaat lukken. Nou, eens kijken. We zijn er gewoon al een stuk afgesneden. Hoppakee. Nou, eens even kijken wat het precies inhoudt. De stunt driver, chapter 1. Oké, ik zie al een Bugatti staan. Hardly the doppelganger you promised. You having a laugh? They're like twins. You'll do. Mike Steele, by the way. Today's shoot's a getaway scene. Head over to Broadway Village. We got everything set up there. The kid better be as good as you say. Nou, daar gaan we dan. Eens even kijken wat we moeten gaan doen. Een beetje een soort van die bucket list challenges lijkt me dit wel. We moeten binnen 3 minuten in ieder geval bij onze target zijn. Eens even kijken of we dat kunnen gaan halen. Deze auto gaat natuurlijk ontzettend hard. Die rijdt heel anders dan die Ford waar we net mee aan het rijden waren. We moeten hierheen. Eens even kijken. We kunnen hier vast wel doorheen. Jazeker. We gingen er bijna achterstevoren. Oké, we blijven gewoon even op de weg. Ik denk dat dat beter is. GPS volgen, want zometeen moeten we dus hier naar rechts. Man. Ah, het is wel even wennen natuurlijk. Als je altijd voor 9 keer gespeeld hebt, dan is dit natuurlijk wel even eventjes anders. Oké, nu? Dat was quick. Right, let's get everything set up. You're going in at the deep end, but at least you look the part now. Er wordt van alles uitgelegd, maar ik heb het geluid zo ontzettend zacht staan op dit moment dat ik het niet helemaal kan horen. Nou, ik denk dat we in ieder geval weer gewoon door moeten naar onze volgende destination. Ik kan het niet doorklikken, dus we moeten het allemaal afluisteren en bekijken dit. Nou, daar gaan we weer. Mop. En hoppakee, jump farther than the target distance. Oké. Hook it left, but keep your foot down. Even kijken, hoe ver moeten we? We moeten 104 moeten we op het vliegtuig dan, holy shit. We moeten op meer dan 104, dat is ongeveer 30 meter volgens mij of zo. Moeten we gaan springen. Okay, eerst maar eens even goed dat GPS volgen. Het vliegtuig, jongen, wat de fuck is dit er allemaal doen? Deze auto gaat hard. Er staat trouwens ook een miles, hè? Dus als je denkt van hé, deze auto gaat helemaal niet zo hard, we rijden 150 km per uur. Nee, het zijn mijlen, dus je moet het keer 1.6 doen. Dus we rijden echt wel serieus hard. Oké. Okay. Ja, links nog. Oh god, echt ja? Gaan we dit echt doen? Oké, daar gaan we. Met de Bugatti, waarom niet? Hoppakee, nou ik denk wel dat we dit makkelijk halen. Ja zeker, dat halen we echt gewoon
Easy peasy. Hoppakee. And that is a wrap, everyone. Oh man, man, we vlogen bijna 1004 door de lucht heen. Hop, 2, 1, 1, 2, 3 sterren. Ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje de. Call you if there's another job. De bucketlist challenges die we nou gehaald hebben. Je had ook trouwens in Forza Horizon had je ook van die andere opdrachten. Dat je gewoon moest. Hoe heet dat? Moest driften in een bepaald gebied en dan kreeg je ook sterren voor. Dus daar lijkt het ook wel weer een beetje op. Nou, zo komen we dus in ieder geval een beetje in aanraking met alle verschillende onderdelen die deze game zal hebben. Dat is natuurlijk wel vet. We hebben weer een hele bak credits erbij gekregen. Oké. Ja, en fans erbij. Hey. Nou. Zo te zien als, als je 24.000 fans hebt of zo, dan zul je dus overgaan naar de herfst, denk ik weer. Zoiets zal het wel zijn. Even kijken, wat kunnen we hier nog doen? Hier hebben we een Tarnhorse Scramble Dirty Racing Series. Ja, die gaan we ook nog wel eventjes doen. Ik bedoel, waarom niet? Waarom niet? Dan gaan we die ook meteen nog even doen. En dan moeten we eerst natuurlijk even naartoe rijden. Welke kant moeten we op? Ja, we moeten deze kant op. Ja, ik had toch wel goed gezien. We moeten deze kant op in ieder geval. Even de GPS aan. Hoppakee. Zometeen als je de full game hebt en wat verder bent, dan kun je meestal ook een perk kopen dat je dus kan fast travelen. Dan hoef je dus niet iedere keer zelf van de ene plek naar de andere plek te rijden. Maar dat is meestal dus pas wat later in de game. Ik hoop dat het in ieder geval nou ook erin zit. Want in het begin is het natuurlijk allemaal best wel leuk om van de ene kant naar de andere kant van de map te rijden. Maar na een tijdje dan begint het wel altijd wel een beetje te vervelen. En dan wil ik eigenlijk gewoon zo snel mogelijk van de een naar de andere race. Zeker als ik dan bijvoorbeeld een bepaalde auto wil kopen of zo en even snel credits nodig heb, dan ga ik meestal wel fast travelen. Hoe kunnen we eigenlijk, natuurlijk on board kunnen we natuurlijk ook even kijken. Dat ziet er ook wel weer lekker uit. Even kijken, kunnen we ook nog verder kijken? Nee, we kunnen alleen maar zo kijken. Oké. Nou, zo kunnen we ook nog kijken. Het ziet er natuurlijk wel ontzettend dik uit. Deze map is, volgens mij is het wel een hele toffe map. Al verschillende, heel wat hoogteverschillen zeg maar. En natuurlijk wordt het wel erg interessant en vet als het zo meteen ook gaat veranderen qua jaar zeg maar. Dus dat we echt herfst krijgen en winter en lente en zomer en alles op en eraan. Dat gaat natuurlijk wel erg vet worden. Ik kan ook eigen huizen kopen trouwens in deze game. Daar heb ik volgens mij de vorige keer ook al iets van verteld. Hoe dat precies allemaal gaat werken, geen idee. Maar we kunnen in ieder geval eigen huizen kopen zo meteen. We moesten trouwens gewoon hier zijn, of niet? Ja. Turn around when it... Goed, setup event. Nou, kijk hoe dik dat eruit ziet. Joh. Dat ziet er zo mooi uit dit, hè. Ik zie wel dat op de stream, of tenminste op de stream, op het beeld wat ik aan het opnemen ben, is het wat donker. Maar het moet op zich niet zo heel veel uitmaken. Eens even kijken, wat kunnen we hier precies gaan doen? Ah, dat is denk ik onze auto, zo te zien. Ja, ja. See me after the race if you need anything else. Ah, it's you. Ik vind ook altijd het sfeertje van Horizon heel erg tof. Hoor. Je hebt echt het gevoel dat je gewoon in een soort van grote speeltuin bezig bent met allemaal, met allemaal verschillende auto's dus. Het voelt altijd echt, er zit altijd lekker sfeertje. Het voelt altijd erg tof aan. We kunnen trouwens hier weer een nieuwe auto kiezen. Ja, die keuze is heel simpel. Dat is natuurlijk gewoon deze. De Subaru. Dat is natuurlijk heel simpel voor mij. Want de Mitsubishi's en de Subaru's in Forza Horizon, daar rijd ik echt ontzettend veel mee altijd. En dat we er nou al eentje mogen kiezen, dat is wel dik. Nou, laten we meteen maar ermee gaan racen dan. Eens even kijken wat we precies moeten gaan doen. Er zullen denk ik weer wat nieuwe events bij komen nu. Echt grote koplampen erop zitten. Nou, ik ga hem gewoon starten. Ik ga eventjes niks aan de difficulty veranderen, de moeilijkheidsgraad. Ik vind het wel apart dat hij gewoon meteen begint. Eerst was het van 3, 2, 1 en dan rij je pas. En nu is het gewoon echt meteen, hoppakee, meteen starten. Maar goed, hang uit. Dit is natuurlijk wel een circuit race, dus hier moeten we 3 rondjes rijden op deze baan. Deze auto's voelen altijd wel lekker aan. Die Ford Focus waar we net mee reden, dat was echt een soort van enorme langzame bak zeg maar. En met deze auto's merk je al dat je gewoon meteen wat lekkerder kan rijden.
heb ook echt veel skill points hier trouwens. Ja. Dan mogen we natuurlijk niet botsen, want dan ben je altijd je skill points weer kwijt. Het is wel een kort baantje dit, 3 rondjes, dus dat moet wel even zorgen dat we gewoon vooraan komen te rijden. Oké, beetje beuken, mag allemaal gewoon in Forza. Alleen had ik nou al 5 seconden penalty gehad waarschijnlijk. Goed, en het eerste rondje zit er dan op. Jazeker. Kijk, dit zijn dus allemaal van die... Ja, dat vind ik al tof van Forza. Je hebt eigenlijk heel veel afwisseling iedere keer. De ene keer heb je dus een soort van circuit race zoals dit. De andere keer dan heb je dus weer gewoon een point-to-point race. En wat ik... bij de crew altijd een beetje jammer vond, is dat je wel heel erg gebonden was aan de auto's die je moest pakken. Ik kon niet, ja, natuurlijk had je wel wat eigen keuze, maar er werd altijd wel een beetje zo gezegd van nou, dit en dat moet je pakken. Bij Horizon kun je ook gewoon je eigen race maken. Dus als je, nu rijden we dan met deze auto's, zeg maar. Als ik had gewild dat we met Ferraris deze baan zouden rijden, had het zeg maar ook gekund. Dus je hebt gewoon heel veel vrijheid ervoor, zeg. En het vette daarvan is, vind ik dan... is dat je dus gewoon met je favoriete auto's kan blijven rijden als je dat wil. Dus als je zeg maar, stel dat ik deze auto nou de vetste auto vind die er bestaat, nou, dan zou ik daar dus gewoon heel Forza zo wat mee kunnen uitspelen. Natuurlijk is dat ook niet heel leuk, want je wil natuurlijk ook verschillende auto's de hele tijd testen en zo en bekijken. Maar ja, de vrijheid in Horizon, dat vind ik altijd wel super chill in ieder geval. Nou, we zitten inmiddels in het laatste rondje. Ik denk echt dat we... Als we de volledige game hebben, dat we de AI gewoon minstens nog één stap omhoog zetten. Want dit is ook echt weer veel te makkelijk. Misschien ligt het aan de demo. Geen idee. Ik dacht altijd dat bij, als je hem op boven gemiddeld zet, daar staat hij nou. Dat het dan altijd best wel pittig was in Forza. Maar dat valt wel mee. Zeker hier op Forza Horizon 4 dus. We gaan het ook met gemak winnen. Zo. En dan zul je misschien zeggen van, hé, waarom rij je nou in Forza wel zonder drive line, zeg maar, en brake line en zo, weet ik het allemaal. Ja, het probleem is gewoon, bij Formule 1 ben ik zo gewend om op die racelijn te letten, dat als ik die weghaal, dan bak ik er echt gewoon helemaal niks meer van. Dat is echt een beetje kloten dat ik dat gewoon... ja, dat zit er gewoon ingebakken op een of andere manier. Maar ja. Nou, ook deze hebben we dus weer gewonnen. Zoals ik al zei, we gaan de moeilijkheidsgraad echt wel omhoog gooien. Het is natuurlijk wel ook, het wordt ook echt beloond, hè? Want als je dus de moeilijkheidsgraad omhoog gooit in Forza, dan krijg je ook meer credits en XP en weet ik het allemaal. Hoppakee, level 2. Level up, ja. Looks like you've nearly qualified for the autumn season. Hoppakee, nou, we hebben nu alweer van alles erbij, zie ik alweer. Zo te zien gaat hij de volgende keer dus naar de herfst toe als we door zouden spelen. Ik denk dat we weer nieuwe challenges krijgen. Wat is dit? Dat tekentje komt me bekend voor. Dat lijkt een beetje op een... Zijn het geen street races of zo? Even kijken. Ja, dat zijn die street races. Ik herkende dat tekentje al van Horizon... 3 was dat, daar zaten namelijk ook street races in. Dus oké. Nou, dat gaan we in ieder geval de volgende keer doen. Ik ga ze hier wel nog één video minstens maken voordat de game zelf uitkomt. Dus ja, vind je Forza Horizon 4 leuk? Volg mij dan natuurlijk op YouTube en op Instagram ook. Want ja, vanaf volgende week vrijdag, of eigenlijk vanaf niet komend weekend, maar het weekend erop, laat ik het zo zeggen, gaan we natuurlijk echt los met deze game. Dus dat is dat. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en adios. Tot ziens. Houdoe.